Aaron Krielkip, fijn dat je er bent. Jij hebt een kinderboek geschreven. Ja, klopt. Prachtig kinderboek. Mm-hmm. En het gaat eigenlijk over de angst die kinderen kunnen hebben. Misschien wat irreële angst, maar het boek heet Monster onder mijn bed. Ja. En dit is zeg maar echt een kritiekpunt in het boek. Ja, klopt. Een kritiekpunt in het boek. Monster onder mijn bed. Ja, ik zou eigenlijk gaan zeggen, take it away. Okay. Aaron Krielkip. Ik lag best lekker. Mijn hoofd op het kussen, mijn voetjes diep onder het dekbed. Mijn moeder stond naast mijn bed om een laatste troostende woorden toe te spreken. Slaap lekker, thee, jo. Ik werd altijd helemaal warm en nostalgisch van binnen in de manier waarop ze mijn naam in twee lettergrepen hakte. Zo nadrukkelijk, zo liefdevol. Thee, jo. Ik stop je nog even lekker in. Ga liggen op je rechterzij. Kijk naar het raam, waar de donkere boom wappert tegen de achtergrond van de maan. En denk niet wat het grommende geluid onder je bed kan zijn. Laat rusten. Later heeft mijn therapeut me nog gezegd dat dat niet normaal is en dat de meeste gezinnen niet zo met elkaar omgaan. Maar ik ging slapen met angst. Angst voor het toch specifiek benoemde monster onder mijn bed. Hoorde ik, dit is niet de afwasmachine, dacht ik. Misschien is het de wasmachine. Nee, dit is onmiskenbaar niet het geluid van de wasmachine. Misschien is het de stofzuiger. Ik zit onder je bed. Ik wist niet dat de stofzuiger daadwerkelijk verbale uitingen kon gebruiken. Het zal waarschijnlijk het echte monster onder mijn bed wezen. Ik werd bang. Als je kijkt, kom ik eronder vandaan. Ik wist dat ik het eigenlijk niet moest doen, omdat het monster daadwerkelijk zei dat ik het niet moest doen. Maar ik kon een onbedwingbare neiging om toch onder het bed te kijken niet onderdrukken en ik keek. Geef mij je ziel, zei het monster bij wijze van begroeting. Ik weet niet hoe ik de ziel los kan koppelen van de fysieke gesteldheid die ik heb in dit leven. Dus ik denk niet dat ik je met dit cadeau kan verblijden, zei ik. Ik trek het via je strot uit je lijf, kutkind. Dit was een propositie die mij niet appelleerde. Ik zei... Dit is een propositie die me niet appelleert. Wat echt exact de uiting was van mijn innerlijke monoloog. Ik vond dat ik dat erg goed uitgesproken had en ik gaf mezelf daarvoor een compliment. Goed gedaan, Theo. Dankjewel, Theo, zei ik. Het monster onder mijn bed was verveeld door deze hele transactie. Wat is dit? Het monster is zelf in slaap gevallen. Ik besloot ook maar te gaan slapen en uiteindelijk was het geen enerverende nacht. Trust me, Theo. Trust me, Theo. Nou, het begon met kippenvel en toen eindigde het toch met... Gewoon best wel een prima einde. Spanning alom en toch ook hoop. Aaron Krielkip, ontzettend bedankt. Hey, ik doe het zo, want dan kan je ook eens een keer zien hoe de studio eruit ziet. Alleen net niet. Nou, leuk, like, subscribe, doe allemaal dingen en groetjes. Kut. Ja, dat was Kensington met... Nee, maar serieus, ze zijn wel echt Amerikaans. Echt, serieus. Kensington niet leuk.